Honderden relschoppers zorgden voor veel onrust rondom het Goffertstadion gisteren na de derby. Met een verloren wedstrijd en deels ingestorte tribune en de rellen buiten het stadion is het een verloren middag geweest voor NEC. Nou, dat is nog zachtjes uitgedrukt. Het was met alles wat er gebeurd wordt, was natuurlijk een hele nare dag. Ik denk dat we een derby hebben gehad waar iedereen naar hunkerde. Dat merkte je ook aan de beleving. En in een derby heb je alle acties over en weer. Ludiek, tegen het randje, net over het randje, maar dat hoort erbij. Sommige dingen gaan gewoon te ver. En gisteren heb ik een aantal dingen gezien die te ver gaan. En natuurlijk hetgeen wat na afloop gebeurde, wat totaal niet bij NEC past. Zoals wij ons de laatste maanden ook presenteren met onze geweldige supporters. En ik denk ook, en ik wil er niet van distancieren, dat het niet alleen onze supporters zijn geweest die daar in het bos hebben gelopen. Maar wat ik daar gezien heb, kan niet. Accepteren we als club ook niet. En degenen die dat gedaan hebben, die zullen ervoor gestraft moeten worden als er mensen opgepakt worden. Want dit hoort niet bij NEC zoals het de laatste maanden zo mooi uitgedragen is door zoveel supporters en zoveel mensen. En daar kun je als club, dat hebben we ook besloten als RVC, als directies, management, dat kun je niet goedkeuren. Tot nu toe zijn er 23 verdachten aangehouden. De politie verwacht na analyse van diverse videobeelden de komende tijd nog meer aanhoudingen te verrichten.